Yo kijkers, welkom bij alweer een nieuwe vlog op dit kanaal. Zoals ik jullie al had gezegd, ga ik op reis. Het is paasvakantie, dus je kan nu eens op reis gaan. Moet je er ook van profiteren. Oeps. Ja, het is hier een beetje donker. Misschien zien we niet zo goed. Maar het is... Eventjes kijken. Het is... ...9:13. Het is best nog wel vroeg. Want we gaan pas binnen iets van 3 uurtjes of zo. Zelfs meer, 4 uurtjes vertrekken. Rond 12:15. Je mag pas om 3 uur op je eigen bungalow. Dus dat vind ik dan weer een minpunt. Ik heb ook even hele leuke kleding uitgekozen. Ik zal het even proberen te laten zien. Als die blijft staan ergens. Oké. Eventjes de camera goed zetten, zodat jullie mijn kleding goed kunnen zien. Oké. Ik heb... dit leuke t-shirtje van Porsche gekozen, zwarte sokjes en jeanshort. Maar ga ik nu ontbijten en dan gaan we subiet vertrekken. Ik zit nu in de auto. Ik heb nog steeds mijn Porsche t-shirt aan. En hoe laat is het nu? Het is nu 11:30. We kunnen pas vanaf 3 uur op de bungalow. Maar we gaan nu toch al eventjes vertrekken. Kijk, zo ziet het er ongeveer uit. Het is wel heel moeilijk om te kunnen rijden. Omdat er zit heel veel tussen. Dan gaan we nu daar eventjes naartoe rijden. Het is iets van een uurtje, een anderhalf uurtje rijden. 702 kilometer, dus nu gaan we er naartoe rijden. We zijn nu aangekomen. Sorry dat mijn beeld zo hard shaked. Maar ik krijg even mijn zeehoensmoed Q niet gestabiliseerd. Dus het zal even zo worden. We gaan nu even het park even iets verkennen. Hier staat blijkbaar heel veel te doen. Er zijn hier ook heel veel leuke activiteiten. Dus dat gaan we zien. Maar eerst moeten we naar de receptie om te horen of onze bungalow al is gepoetst. We zijn aangekomen bij de receptie. Hier zijn hele leuke plastieke koetjes. En daar van boven heb je nog eventjes een bord. En kan je ook kijken wanneer het aan jou is. Maar het zaligste. Ik dacht dat deze lekkere kussens, dat die heerlijk zacht waren, maar dat is dus blijkbaar niet. Oké, het duurt nog wel eventjes, want we moeten zo een registratieformulier invullen. Dus we zullen hier nog wel een tijdje zijn. Probleem. Ga ik uw spullen van het bijkwam nog een beetje? Ja. Nu ook even bij, hè? Ja. Oké. Heeft Landa ook een eigen... app, de Landa Green Parks app, die kan je downloaden en dan kan je de openingstijden terugvinden. Die voor een telefoonnummer zo belangrijk is, wat je allemaal kan doen op een rondepark en nog heel veel andere dingen. We gaan nu even het park verkennen. Onze nummer van het huisje is 804. Daar kunnen we pas straks op, want het is nog niet... helemaal klaar. Maar kijk, ik denk dat wij zo'n bungalow hebben. Wij hebben ook een duplex bungalow. Ik ga nu even croissants halen, want ik heb veel honger. Ik wandel nu richting het Luna Park. Ik heb trouwens deze leuke Porsche nog steeds aan. Oepsie! Oké, we wandelen nu eventjes een stukje verder. Dit is het bord.
Ik hoop dat jullie het goed hebben kunnen zien. Hier heb je dan zo'n staafspel. En dit is hier echt mijn favoriete attractie. Het zijn de achtbaanstoeltjes, zoals je het hier hoort. En dan komt er een kastje voor zo. Een achtbaan. Dan hier kan je ook nog heel leuk met dit geweer schieten. Dat is ook heel erg leuk. En dan ga ik nu naar mijn bungalow. Hier heb je dan nog biljarttafels. De zes aan de bungalow. Lekkere zitstoeltjes. Muziek die ik wel even echt goed. Maar we moeten verder. Hier kan je ook eten. Hier zijn nog een paar tafels. En straks ga ik ook nog eens in enkele attracties van het Lunapark. Oké, we zijn nu in de bungalow, dus ik ga eens even kijken hoe het eruit ziet. Je hebt hier het toilet. Hier heb je een poetskotje. Hier heb je nog een tafel. Heb je hier een trap. Hieronder een muziekkuil en hier de tv. Dan gaan we even kijken in de badkamer. Dan heb je een windschoor. Dat is zo bij de badkamer. Dan gaan we nu hier naar boven, want het is een 6-persoons duplex bungalow. Dan heb je hier de boiler. Dat is heel simpel. Hier een twee bedden en een babybed. Dan hier slaap ik. En daar is er nog een bed. En dat was het. Straks gaan we ook nog zwemmen. Dus, en dat ga ik ook proberen te filmen voor jullie. Ik heb mijn gsm kunnen stabiliseren. Zoals jullie konden zien, ik ben er best tevreden mee met de bungalow. Ja, ik kan hem nog eens laten zien. Ah nee, dat gaat niet. Nee, ik ben er al ietsje te ver af. Maar dan ga ik nu even naar het doolhof. Dat zal hier blijkbaar ook zijn. En dan daarna ga ik nog eten. En dan ga ik zwemmen. Ik ben aan het doolhof aangekomen. Het ziet er mij best wel leuk uit. En daarbinnen zit het huisje van de boze tovenaar. Dus ik ga eens kijken wat ik kan verwachten. Ik hoop dat er niet te veel scheuren zitten in de haag. Dat kan echt wel soms het geval zijn. En dan, daar word ik irritant van kinderen dat doen. Daar word ik echt helemaal irritant van. Dat is redelijk stom dat je dat doet, want het is eigenlijk gewoon volgen. Maar we gaan die richting uit. Wat was dat spannend, zeg, in het doolhof. Gelukkig waren we er snel uit en hadden we snel het huisje van de gemeente tovenaar gevonden. De gemeente tovenaar zelf was er niet. Vond ik wel spijtig. Maar zijn huisje dus blijkbaar wel. En we gaan nu naar de kinderboerderij. Daar kan je ook geitjes gaan voeren en zo. En dan gaan we straks nog even eten halen en zwemmen. Eentjes. Lieve eendjes. Wauw, eendjes. We zijn bijna aan de kinderboerderij. Blijven nog steeds recht doorgaan. Het is gelukt. Ik kan het. Dat ga je net niet. Het is
sterren. Dat is niet. Rita! Ik kan dit wel! Rita! Ik kan dit wel! Is dit het kinderboord? Ja. En hier. Hier is als de bouwclub. Ik kan het niet zo heel goed zien, maar we gaan eventjes verder. En hier, zo voor mij is de kinderboerderij. Dan zou je normaal hier binnen moeten kunnen. We gaan binnen. Tussen hooi en stro weet ik het verschil niet, sorry mensen. We gaan even kijken hoe oud deze boom is. Deze boom was 60 jaar. 60! Ja, is toch niet normaal? Eens kijken of ik mama vind. Oké, we gaan nu even een spelletje spelen. Hallo. Oké, daar ben ik dus te gemeten. Ik ga nu nog eens kijken of er nog iets meer. Hey Jetje. Jetje. Ja, zit daar, aan de andere kant. Hallo. Jetje. Dit lieve Jetje kan je zomaar eventjes strelen. Maar we gaan nog eens kijken welke er binnen nog is. Oeh, grote haan. Hele grote haan. Hé, hey, zeg. Jij daar, jij moet geen porto laten, hè. Hier is nog een kip, een haven en daar nog een schaapje. Dus hebben we nog ergens een pauw. Maar die heb ik buiten, denk ik, al gezien. Dus dat was de stuk in de boerderij. Ah, de zorg van de hoedje of een champignon op zijn kop. Sorry. Hier heb ik een lelijke kalkoen. Mensen, ik denk dat ik de pauw heb gevonden buiten de omheining. Ik weet niet wat die pauw is aan het doen, maar hij doet iets raar. Hij gaat een soort van verder. Ik weet niet, dit is een vrouwtje en daar is een mannetje, dus ik weet niet of zij kindjes kunnen krijgen. Maar dat zou moeten kunnen. En hij is eraf gegaan. We gaan nu naar de bungalow, lekker eten. Waar ben ik ineens? Oh ja, ik ben net terug van het zwemmen, dat kon ik jammer genoeg niet filmen. Omdat mijn onderwatercamera plat was en hij is ook een beetje stuk. Maar ik ga me zo nog even douchen. Ook meteen andere kleding aandoen. En dan kom ik bij. Ah, ik lig lekker zeg. Bedankt om te kijken naar deze nieuwe leuke vlog. Ik zie jullie graag terug in de volgende vlog. Klik zeker even op het blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En klik ook zeker even op de abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. Slaap wel.